Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag. Hoe laat? Welke datum is het dan? Ik weet nooit welke datum het is. 6 februari. Het is nu rond 7:45 en ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag een schooldag tot 6 en ik ga er zo vandoor. En jullie gaan weer mee in mijn week en het is het alweer de 49ste weekvlog. Dus volgende week vlog nummer 50! But you never run away, even when I'm away. O-T, O-T, there's never much love when we go O-T. I pray we make it back in one piece, I pray. That's why I need a one dance. Gotta hand it. Ben ik alweer een tijdje thuis. Het is nu rond 11:30. En ik krijg alleen maar leuke comments op de video die vandaag is online gekomen. Van de nieuwe weekvlog, dat ik heb uitgelegd dat ik me down voelde en dat ik me niet goed voelde en dat ik me rot voelde. En ik krijg alleen maar leuke comments erover. En iemand die zei vandaag ook van dat ik misschien beter een weekje rust kon nemen. Maar ik vind het vloggen zo ontzettend leuk en ik haal mijn energie er ook gewoon weer uit. Dus wel super bedankt, omdat ik dus heb van ja, neem even een weekje rust en voel je dan weer goed. Maar ik heb natuurlijk deze week best wel leuke dingen op de planning staan, best wel veel verjaardagen en zo. Dus ik wil het allemaal wel vast gaan leggen voor jullie op camera. Ik lig net nu in bed. Ik heb net een uur lang weer met Shania aan de telefoon gehangen. Was super gezellig. En ja, ik ga zo lekker slapen. En dan spreek ik jullie morgen weer. Voor mij morgen voor jullie. Binnen 3, 2, 1. Hele goede avond allemaal. Het is nu 7:15. Ik ga zo meteen naar mijn opa toe. Want mijn opa is vandaag jarig. Super gezellig. Gaan we even gewoon gezellig naar een kopje koffie drinken. Dit is wat ik aan heb. Het is maar echt heel kort wat we even gaan. Dus wat ik aan heb. Deze sweater van H&M. Mijn joggingsbroek van Nike. En mijn Zara schoenen. En natuurlijk mijn iPhone, mijn vlogcamera gaat mee. En hier overheen trek ik lekker mijn leather jacket aan. En jullie gaan mee, dus let's go. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag 9 februari, het is vandaag donderdag. En ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag een schooldag tot 5:30. En vanavond is mijn moeder, vandaag is mijn moeder jarig, super tof. En dan gaan we hier misschien iets eten ofzo. En Jamira gaat vandaag voor de rijbewijs. Ik hoop echt dat ze het haalt. Dus we gaan hebben jasje, boer en beer, trui, H&M, broek, Bershka, schoenen, Zara. Super tof. En ik ga er zo vandoor. Even een break tussendoor. Ik heb warme chocomel bij de Rauwdouwer gehaald hier om het hoekje. Wat heeft Nina? Cappuccino. Wat heb jij? Ook cappuccino. En wat heb jij? Koude chocomel. Sorry. En dit gaan we lekker opdrinken. En zometeen Sorry. Hebben wij... Zometeen, het spijt me lieve schat. Nee, geen geintje. Nee, we hebben zometeen in mijn home. Sorry, we hebben anderhalf uur sorry. Kunstgeschiedenis, dus dan moeten we wel even loaden wij. Nee, we hebben kunstgeschiedenis. Let's go. Hele goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag 10 februari. Superleuk. Ik ben naar de supermarkt geweest om even wat te halen voor vandaag. Ik ga eten, drinken, whatever. En vandaag is ook de ticket online gegaan, of de ticketverkoop van start gegaan voor het concert van Alex Iono of zo. Ik kan zijn achternaam niet uitspreken, noem wat Alex. En ja, de ticketverkoop was binnen 5 seconden uitverkocht. En I've got tickets! Yeah, yeah, yeah! Dus ik ga er heen met Jamir en Ian. Dus op dezelfde dag. Als The Gathering, dat weet ik. Maar ik ga bij The Gathering gewoon dan eerder weg op zondag. Dus heb je je ticket besteld voor zondag en wil je me meeten, hou dan even mijn social media aan de gaten. Want daar tweet ik heel veel. En zo zaterdag ben ik er wel de hele dag. Dus zaterdag 22 april ben ik bij de Dutch YouTube Gathering. Gisteren zijn ook mijn hondjes naar de kapper geweest, naar het trimsalon. En die zien er nu heel anders uit. Wolfie is echt wat lichter, ik laat het zo wel zien. En ik ga lekker ontbijten. Hier glas melk. En ik ga lekker ontbijten. En ik spreek jullie zo weer.
Dit is Wookie. Hallo, schat. Is Wookie nu? Ze knipt zijn staart met haar staart. En daar heb je Wolfje. 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 Kijk in de camera. Dat is een lief. Kijk in de Hallo, schat. Hallo, 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 hallo. Je poot. 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 Geen poot. Nou, nee, geen poot. Dus, ik ga lekker eten. Als je kan zien, lig ik nu in bed. Het is nu al wat uurtjes later. Het is nu rond 1 over 12. En ik heb net Hoydonkers gekeken en die Melissa. En toen daarna nog een stukje van Bibi Rexha. Dat ze ging optreden bij The Voice. Super tof. Met I Got You. En morgen wordt ook best wel een leuke dag voor mij. En voor jullie over een paar seconden, of over een paar minuutjes, dan ga ik namelijk Jorenzo en Bradley weer meeten in Den Haag. Ze komen echt naar allemaal plekken. Ze gaan naar Eindhoven, ze gaan naar Utrecht, Amsterdam, Gouda. En ze beginnen rond 11. Dus dat is echt wel heel veel. Dus dat betekent dat ze weer een half uur van Gouda naar Den Haag moeten. Laten we even kijken hoe ver dat is. Ga ik zo checken. En ja, ik ga zo lekker slapen. Want morgen moet ik eerst naar de stad. Om even wat op te halen en iets te regelen bij de bank. En dan ga ik door naar die meeting in Den Haag. Met Jubira. En dat gaan we ook vloggen voor JJ Friends. Sorry dat er vorige week zondag geen video online is gekomen op dat kanaal. En misschien is het aankomende zondag is het of de Q&A of de vlog van de meeting van Jorenzo en Bradley. En ik heb er zoveel zin in. Dus ik ga nu lekker slapen. En ik spreek jullie morgen weer bij de meeting. En de hele dag en zondag en top. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 11 februari 2017. En toen ik net uit mijn raam keek, zag ik dat het sneeuwde. Het sneeuwt nu nog steeds. Het is nu, even kijken, 23 over 10. Ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen naar het kantoor van ING. Om even iets te regelen voor de bank, van de bank. En ja, het wordt een super leuke dag vandaag. Want ik ga vandaag namelijk naar Den Haag toe met Jamir. En dat wordt super leuk. Dus ik heb er super veel zin in. En ik moet zo meteen fietsen door de sneeuw. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dan kan ik ook weer lekker een winterse vlog van maken voor jullie. En natuurlijk vandaag ook Jorenzo en Bradley in de vlog. Dus ik ga al mijn spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik er vandoor. Dus tot zo op de fiets. Ik zit op de fiets en het sneeuwt. Ik zie bijna niks. Oh. Ik ben weer herinnerd. Nee, ik ben weer herinnerd met Jamira. Oké, okay. Oh my god, nog Samson! Nog Samson! Zij is nu onderweg naar de meeting van Jorenzo, Bradley, Roy en Jorenzo's vriendin. We lopen nu bij Den Haag. Daar. Snel is het. Never been it. Hi. Welkom op de eerste date. Weet je wat echt kut is? Weet je wat echt een no-go is? Als je zeg maar op de eerste date bent of zo. Zo'n naam. Ik wilde bijna zo'n negertje zeggen. Maar zo'n mosjebol ding. Zeg maar. Je weet wel wat ik bedoel, toch? Ja.
wat echt een no-go is op je eerste date eten, worstjebol. Oh. Dat zit letterlijk overal. Of spaghetti, dat kan je ook nog niet eten. Zo achterin van de kubel staan. Ik wil maar zeggen. Het is koud. Het is koud, maar mijn handen vriezen eraf, dus ik ga ophangen, doei. Volgens mij neemt hij op, hè? Dat is de knopje dat hij opneemt, hè? Professionele vlogger. What's up, idee van Jay bij mijn live. Ik ben Jay en zo. En Jamie is daar zo. Daar zo? Nee, daarachter. En waarschijnlijk zie ik mezelf nu terug in zijn vlog. Dus dat is even cool. Hoi. Ik wens nog een fijne dag iedereen. En wij hebben het echt naar ons zin. Bijvoorbeeld, weet je wat ook leuk aan deze dag is? Bijvoorbeeld dit stukje. Kerfstellen. Hey, hallo. Ik ben heel slecht in vloggen. Maar kijk, we zijn nu in de meeting in Den Haag met Jamie. Yay, superleuk. En ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga een dansje doen. Dansje. En dat zal ik wel vertellen. Goed verhaal en kort Bradley Bavard. Dankjewel. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En vandaag is echt een chill dag. Het is vandaag 12 februari 2017. Het is nu kort voor 4. En ik ben al even een tijdje bezig met mijn kamer opruimen. Ik heb hier, zeg maar, zoals je kan zien, heb ik een soort van to-do-list gemaakt. Wat ik allemaal moet opruimen. Nou, tv-meubel is dit. De rand naast bed is dit hier. Kleding opruimen en sorteren achter mijn bed opruimen. Op de bedrand opruimen en uitzoeken. Vuilnis naar beneden brengen, grond schoonmaken. En zeggen, als ik in, daar helemaal klaar mee ben, dan ga ik lekker in bad met dit. Met deze. En deze heb ik ooit een keer in Londen gekocht. De Zoella Bath Latte. De Bath and Shower Milk Uncrafted with Sweet Almond Cacao and Honey. Dus daar ga ik lekker mee in bad. Dus dat. En ik ga lekker chillen straks. En dan eerst dit even allemaal opruimen. Scherp zetten. Yes, daar ben ik weer. En let's go. Zoals je ziet sta ik dus nu in de badkamer. Ik ga lekker in bad met dit product van Zoella. Het was lekker aan het vollopen. En het is nu 6:10. Ik heb net gegeten ook en ik ga lekker in bad. Het is nu het einde van de dag en het is nu rond 12:30. Ik ga lekker slapen en ik spreek jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!